Ik weet niet. Ik denk dat het tijd is voor een ander armor. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.3. Ik ben er weer, Stevie, Zelda Play20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we een van de eerste bazen verslagen en in deze aflevering wil ik eigenlijk gaan werken aan het Frost Armor. Dus ik ga een heel klein beetje een mining session. Flareon komt er eventjes bij, Jolteon komt er heel eventjes bij en natuurlijk Vaporeon komt er heel eventjes bij. En ja, ik weet niet, misschien is het eigenlijk tijd om wel inderdaad onze Frost Armor te gaan doen. Is een beetje Glaceon-stijl. Dus ja, wie weet. Glaceon is wel een beetje awesome. Dus goed, maar wat we dus willen gaan zoeken is we willen zoveel mogelijk Elementite te pakken krijgen. Maar aan de andere kant wil ik ook eventjes hier eventjes hoor je zeggen. Wacht even, dit kunnen we sneller doen. Mag de map even weg, dankjewel. De reden waarom dat ik dit heel eventjes wil doen is... ik wil zoveel mogelijk seeds pakken krijgen. En oh, dat deed pijn. Ga weg, ga neer. En oh, dit is vervelend. Er is hier stuff gevallen. En hopelijk kun jij een keertje jouw ding droppen. Daar zou ik heel blij om zijn. Ik zie een haak. Oh, au, 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 baas drop. Vaporeon, help jou ook eens eventjes mee. Nee, niet Flareon. Vaporeon. Dank je. Wat zie jij er toch weer funky uit? Ja, het is nog steeds de Halloween special. Ja, dit is nog steeds opgenomen voor 10 november. Dit is eigenlijk de 9e november op het moment. Dus ja, ik dacht bij mijn eigen van. Ik heb nog één opnamesessie die ik hierin kan frotten. Dus laten we dat maar gaan doen. Oké, ik heb de mushroom seeds die ik wou hebben. En nou is het dus heel eventjes de bedoeling dat ik heel eventjes snel ga kijken bij de andere... Wat heeft hij op zijn hoofd? Juist. Dan wil ik heel eventjes snel naar de andere kant toe gaan. Want hier... Oh, het is hier nou een Hallow Biome geworden. Ah. Dus we kunnen hier nou voor Souls of Light gaan farmen. Nou ja, niet dat we die nog nodig hebben. Maar het liefste wat ik hier eigenlijk zou willen farmen zijn die skeletons. Die skeletons die we de hele tijd zien. De reden is namelijk, die kunnen een Magic Quiver droppen. En een Magic Quiver, dat is juist heel erg fijn. Want een Magic Quiver, daarmee wordt onze pijlen nog sterker. En ja, jullie hebben gezien in de vorige aflevering hoe awesome dat die Holy Arrows wel niet kunnen zijn. Maar we willen heel eventjes naar lava niveau ongeveer. En dan willen we dus Elementite. Ik zie dat er alweer een beetje in de buurt is. En ik heb een LPV potion en Spelanka potion bij me. En ja, de andere buff die hebben we ook nog. Dus laten we het gewoon maar gebruiken. En dan kunnen we kijken. Hoi. Wacht eventjes, het was toch Hallow hier? Oké, daar zit de Elementite. Als jij nou eens heel eventjes neergaat. Steek jezelf in de fik. Dank je. Wat we willen doen, is we willen dus zoveel mogelijk Elementite gaan verzamelen. Dus ik maak hier heel eventjes een kleine mining sessie van. Om dus zoveel mogelijk Elementite te gaan verzamelen. En als je dan denkt bij je eigen van ja, maar als je dat armor eenmaal compleet hebt, dan hoeven we het niet meer te gaan halen. Jawel, eigenlijk wel. Want we hebben namelijk ook nog een nieuw armor die ik zeker jullie wil laten zien. Die dus aanwezig is. Dus dan eventjes hier die chunks van Elementite eventjes meenemen. Even kijken wat er zit er hierin. Cloud in een bottle. Ik neem de golden coin wel mee. En de rest, doei! Ik ga even verder zoeken. Oh, hoi Lost Girl. Dankjewel, Metal Detector die we niet meer nodig hebben. Hoi. Dat is apart. Oké, nou, ik ben nog steeds bezig met Elementite. En op zich, we hebben al een hele goede chunk te pakken gekregen. Ik zit al bijna op de 200 en daarboven zag ik ook weer een stukje. Ja, we hebben genoeg spelanken, maar ik wil niet alle spelanken gaan gebruiken. Want we hebben natuurlijk ook nog een andere heleboel soorten oor te vinden met spelanken potion in een hele gevaarlijk gebied waar ik eigenlijk liever niet naartoe wil. Maar ja, die tijd komt toch tot ik daar naartoe moet gaan. Maar ja, ondertussen doen we een hele goede ervaring op. En weer een demonic marrow. Die marrows die hadden we al. Ik wil de andere ding waar jullie kunnen droppen. Ah, waarom heb ik altijd zoveel pech met die drops van hun? Ik krijg altijd 300 eerst van die pijlen... Ik krijg altijd eerst, ik weet niet hoeveel van die pijlen... van die bogen. En nooit eigenlijk snel de Magic Quiver. En laten we even lekker door de lava heen rijden, waarom ook niet. Oh, ik zag Elementite. Dat wil ik hebben. Dat zit er beneden, dank je. Ik neem het gelijk mee. Oké, ik denk dat ik zo'n... 3 Spelanka potions heb gehad. En waarom staat hij eruit? Lol. In ieder geval, ik denk dat ik zo'n 3 Spelanka potions heb gehad. En Even kijken, past deze bij jou? Kan ik hem hier? Kijk eens aan, dan heb je nog eens een mooie boekenkast ook nog eens een keertje bij jou. Steve, dan kan ik eens eventjes goed je wijsheid over alles eventjes uithalen. Wat ik heel erg belangrijk vond. In ieder geval, we hebben dus een heleboel elementheid opgehaald. En ja, ik heb die steelblocks, weet je wat. Laten we eens even kijken of we nog iets leuks uit de steelblocks kunnen halen. Dus, let's go! Ik zie al amber en... Ik wou zeggen, stond er nou een platinum coin? Dat zou wel heel mooi zijn. Er is een kans dat er een platinum coin uitkomt, maar die is extreem klein. Ik denk dat die kans nog kleiner is dan een shiny tegen te komen in de oude Pokémon games. Dus dat is echt een extreem kleine kans. Maar goed, dus even kijken. We hebben nog meer. Ik zie diamonds. Niet echt veel qua coins. Nou, nog niet eens iets van gold. Teleurstellend. Goed, nou, in ieder geval... oh ja, de Spider Fangs hebben we toevallig gevonden. Nou ja, die is ook in het materiaal. Mochten we daar ooit nog eens een keer iets mee gaan doen, wie weet. Dus laat ik die daar gewoon even bij gooien. Dan ga ik het ook heel eventjes verkopen. En de potions doe ik heel eventjes weer terug. En dan gaan we zelf even kijken of we dat armor kunnen maken. Ondertussen hebben we ook weer een paar Strange Die. Glorified Die, Reflective Die en Mirage Die. Dan vraag ik me toch af. Misschien dat we toch een leuk kraagje kunnen maken als we deze aan zouden zetten. Eens eventjes kijken. Die ziet er nogal apart uit. Reflective Die, hoe ziet die eruit? Nee, die ziet er niet mooi uit. Jammer. Ja, Mirage Die, dat weten we ook al. En dit ziet er waarschijnlijk heel erg creepy uit. Want duister. Ik vind het allemaal mooie die om te verkopen. Laat ik het gewoon zo zeggen. Oké, nou. Mag ik heel eventjes mee praten? Eventjes shoppen. Kijk eens, hier. Pak even mee. Dankjewel. Oké, nou. Dan gaat eventjes weer het geld eventjes daar terug in. Quickstack. Zo. En dan ga ik eens heel eventjes kijken of wij nou dat armor kunnen maken. Maar volgens mij hebben we wel genoeg bars op het moment. Tenminste, daar ga ik wel van uit. Even kijken, waar heb ik het nou? Hier. Ja, 316. Dat is nogal. Nou, ik hoop... Ik hoop het niet, ik weet het wel zeker. We hebben genoeg. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. 63 bars, dus ik denk dat we genoeg hebben voor beide sets armor. Oké, nou, ik ga eens heel eventjes... Waar zit je? Potions. Nee. Jullie zitten in de Horde Mode stof. En iemand die had echt zoiets van, oh, waarom heb je nou mijn Horde Mode getypt? Vond ik leuk. Nou, zij zit normaal niet in de Horde Mode stuff. Zit je dan? Oh, jij zit nog hier. Nou ja, Frostcore is Frostcore. Die hebben we gewoon nodig. En als we de Frostcore gaan pakken, en wij komen bij onze Anvil, dan zien wij... Sowieso dat we net Elementite armor kunnen maken. Maar dan kunnen wij voor de Frost Armor gaan. En die geeft zowel melee als ranged damage. Daar ben ik heel blij konijntje over. Dus laten we die gelijk heel eventjes maken. Zo. En dan gaat onze defense van 52 ook nog eens een keertje naar 65. Oké, we hebben niet meer van die leuke blaadjes die komen op het moment dat we damage doen. Maar we hebben nou dus een frost burn status die we geven op het moment dat we onze vijanden raken met kogels of met melee. En dat roze outfit, don't worry, dat gaat in onze outfit kissie. Dus die heb ik hier nog steeds eentje staan. Dus ja, waarschijnlijk gaan we daar nog wel iets leuks mee doen. Dus maak je daar absoluut geen zorgen over, jongens. Evie, zeg het eens. Holy snijkvogels! Die zag ik niet aankomen. Oké, hi Glaceon. Dus nou is het Stevie, Steve en Glaceon. Of iets in die trend. Ik vind het wel grappig. Ik vind het gaaf. Ik zou daar zo een like voor geven. Hint, hint. Tenminste, als jullie daar zin in hebben. Ik bedoel, serieus, eigen keus. Maar goed, we zitten nog wel een tijdje in deze aflevering. En ik vind dat het toch wel tijd is om nog een baasje te gaan doen ondertussen. We hebben een nieuw armor. Dus ja, laten we een van de nieuwe mechanical bosses nog eventjes gaan doen. Ik denk dat we de Destroyer of Worlds gaan doen. Maar we hebben ook nog altijd de... we moeten helemaal naar de oceaan. We hebben ook nog altijd de... ja, weather radio die we nog steeds nodig hebben. En die we nog steeds niet te pakken hebben gekregen. Dus een Eevee met vleugels. Ik vind het nog steeds grappig, maar goed. Ik moet een beetje wennen aan jouw kleur, Glacy. Je bent een beetje... Ja, ik vind je wel awesome, dat zeker. Maar je moet niet zo'n ijskouwe zijn, hoor. Oh. Dus we hebben Glaceon nu. Dat is... wennen. Ik vind je wel mooi. Nou, in ieder geval, we gaan heel eventjes snel. Dan ga ik heel even bij de oceaan even snel vissen. Hopelijk dat we hem kunnen vinden. Ik weet dat ik de vissersoutfit nou niet bij me heb. Maar ik denk dat we hem wel kunnen vangen in de oceaan. Dus ik zie jullie in een seconde. Ik bedoel, we hebben nog tijd zat voor dat avond is. Dus... Oké, die hebben we te pakken. En aangezien dat het nog steeds geen avond is, denk ik dat het geen verkeerd idee is om ook eventjes wat sharkvins te pakken te krijgen. Hallo. Oh ja, jongens, trouwens heb ik jullie nog helemaal niet verteld. Ondanks dat we daar dus nou hier door de Frostcore heen gaan. Dit sloot ons niet meer down dankzij onze hangcharm. Yay! En helaas, we hebben niet gekregen wat we wouden hebben. Nou, ja, in ieder geval, we hebben wel weer een paar van die dingen die we dus weer open kunnen maken. Een iron bar, titanium bar. Daar hebben we allemaal helemaal niks aan, jongens. Wat moet ik ermee? Healing potion, de 100. Heart rate potions zijn altijd handig. Classic healing potions, iron bars, titanium bars. We hebben in ieder geval een paar shark fins pakken gekregen. Maar het allerbelangrijkste, dat vond ik toch eventjes om er vast voor te gaan zorgen dat wij onze voorbereidingen klaar hebben. Want ik denk dat wij de destroyer nu echt wel willen gaan aanvallen. Dus ik heb genoeg holy arrows. Dit wordt een fluitje van een cent, waardoor dat ik zelf denk dat we hem nog een paar keer meer zouden aan kunnen vallen. Maar goed, eens even kijken. Wat we nodig hebben, dat is onze Horde Mode stuffs. Souls of Light, Souls of the Night. Souls of Light hebben we niet nodig. En dan hebben we nodig lenzen en die andere zooi. Waar is die andere zooi? Rotten Chunks, die hebben we nodig. En wat Iron Bars, en die heb ik nou net verkocht, wat leuk. Silver Bars, Platinum Bars, Iron. Daar, mooi. En dan willen we dus... Ga ik nou eens eventjes fietsen, man. En dan willen we dus hier eventjes gaan kijken. En dan zien we dus dat we hier twee bazen hebben. De Mechanical Eye en de Mechanical Worm. Mechanical Worm, dat is een van de dingen die we zeker twee willen maken. Ik bedoel, we gaan er gewoon twee keer doen. Dat vind ik leuk. Wacht eventjes. Volgens mij hebben wij al... Nee. Die hebben wij niet. Oké, nou gaan we daar gewoon ook nog twee van maken. Drie? Kan ik drie van elk? Drie van elk, waarom ook niet? Misschien kunnen we ze allebei zelfs nog tegelijkertijd doen als een soort van challenge. Glaceon, maak je daar nou eens niet zo druk over. Kom op zeg, een challenge is altijd leuk. Ik bedoel, we hebben nou nog genoeg te doen. Dus waarom ook niet? En maak je geen zorgen. Ik zorg ervoor dat alle potions er zijn. En dat we dus alle tijd van de wereld hebben. Ik bedoel serieus, we zijn gewapend met Holy Arrows. Waar maken we ons zorgen over? Ik bedoel serieus. Even kijken... Hard mode ores, daar mogen deze, die mogen daarbij. En die mogen daarbij. Deze, die mogen ook weer terug bij de materialen. Zo. Oké. Ja, dan zet ik trouwens deze ook al eventjes neer. Oké. En heb ik hem nou alweer in? Oh nee, hierboven zit hij. Mooi. Even snel hem pakken, want dan kunnen we de potions erbij pakken. Hard reach potions, heel belangrijk. Oké, ik pak hem al even wat zo. Whoops. Oké, swiftness potion, iron skin potion, potion of regeneration, daar heb ik helaas nou niet veel van. Oh. Volgens mij komt hij al uit zichzelf. Volgens mij hoef ik hem nog niet eens op te roepen. Nou ja, ondertussen kunnen we alvast beginnen met deze. Kunnen we even wachten van, nou die andere die moet nog komen, dus laat maar komen. Hallo. We gaan er gewoon twee tegelijkertijd doen. Tenminste, ik ga eerst hem verzwakken. Oh, wel afstand houden, jochie. Oké, je wil als eerste altijd de groene neerhalen. Tenminste, dat is een van de aanbevolen dingen die je zeker wilt doen. Alleen, rood gaat op dit moment nou een stuk sneller. Hi, koentje. Oh boy. Ik maak me eigenlijk niet zoveel zorgen over die gasten. Hoi. Laat ik eventjes een health potion gebruiken dan. Oh boy. Ze zijn allebei al getransformeerd. Dit is niet gunstig. Oh boy, ik ga pijn doen. Oh boy. Ah. Dit is niet gunstig. Is die ander al neer? Oh, de twisties zijn neer. Oeh. En dan wou ik ze allebei tegelijkertijd gaan doen. Mai. Ik moet hier net te gek zijn. Oké. Dan weet ik niet of die een andere nog komt, omdat ik nou een baas heb opgeroepen of dat hem uitcancelt. Ik hoop het niet. We hebben in ieder geval een trashback. Ik heb mijn buffs toch gebruikt? Dan ging maar in Jade. Oh ja, in verband met natuurlijk, ik heb geen potion of regeneration gepakt. Nou, wordt die andere gast nog wakker? Of blijft hij nou slapen? Hoi. Hoeveel pijlen heb ik nog? Ach, nog zat. Vraag me af of die andere ook nog komt. Als hij er om 11 uur nog niet is, dan ga ik hem gewoon zelf oproepen. Glaceon, wat vind jij? Jawel, dat is een challenge. Die hebben we nou genoemd. Die gaan we gewoon doen. Punt. Ik wacht nog heel eventjes hoor. Nou, we hebben eentje verslagen. Al moet ik wel zeggen, de Destroyer stelt niks voor. Wat is hij wakker? Het is maar een blind oogje. Serieus. Weg. Hey, hey. Laat Mumé maar rust. Er is maar eentje die Mumé mag irriteren en dat ben ik. Daar heb ik toestemming voor. Nou, je hebt nog 10 seconden. Volgens mij komt hij niet hoor. Volgens mij is hij te bang. Oké, prima. Wij vinden dat je moet komen. En daar is hij hoor. En... geluid. En helaas is er al gelijk eentje gesneuveld. Oké, en nou gaan we dus die pijlen schieten. En moet je opletten. Let op de damage. 4000. 5000. Dit gaat een beetje snel. Ja, het enige waar je bang voor hoeft te zijn eigenlijk, wat zijn deze dingen hier, maar... lekker belangrijk. Maar je kan er nu echt helemaal niks maken. Moet je kijken jullie dit. The jungle grows and restless. Ja, dat moet de jungle weten. Nou, we hebben hem al in ieder geval verslagen, dus weet je wat? Hebben we er nog genoeg tijd voor? Hoe lang hebben we nog? Ah, zat. Misschien was dit niet zo'n goed idee. Bup. Oh, hoi. Candy is slain. Oké, eventjes een health potion. Bryce is left. Oh, Mimé! Oké, ik ben eigenlijk het bangste voor die groene. Oh boy. Ik vind dat we dit kunnen. De Destroyer is al neer. Nou, wat wil je nog meer? Nou, eigenlijk die andere twins ook neer. Dat zal fijn zijn. Oh boy. Nou ja, groentje die is al nou getransformeerd. Oké, omhoog. Oh boy. Ah, net niet. Ah, het ging zo lekker. Er zijn wel veel mensen kwijtgeraakt, helaas. Ik hoop dat Steve in orde is. Steve? Steve, je bent ook in orde? Steve? Ja, met Steve is niks aan de hand. Volgens mij is hier helemaal niemand dood gegaan. Volgens mij is het allemaal alleen maar bij de... bij het Fisherman's huisje. Volgens mij is dat gewoon levensgevaarlijk. Woeps. Sorry, Glaceon. Oh, maar ik wil af en toe een keertje eigenwijs zijn. Dat is leuk. Oké, nou in ieder geval die Destroyer was dood gegaan. Kijk, hier. Yay. Hier ligt ons geld. Nou ja, laten we eens kijken wat we hebben gekregen. De Souls of Sight. En de Souls of Fright. Of Might, sorry. En een enorme aantal van Hallow bars hebben we gekregen. Dus ja, zeker niet verkeerd. Ik ben er zeker tevreden over. Nou, dan kunnen we dan nog het een en ander van gaan maken. Dus laten we dat eens heel eventjes gaan doen. Oké, nou ten allereerste krijg je natuurlijk van alle drie krijg je de Mechanical Wheel. Of iets van de Mechanical Card. Als je ze alle drie hebt verslagen, dan kun je dus gewoon de Mechanical Card maken. Dat is een van de cards die je zeker wil maken. En die we dus kunnen gebruiken om onze minecart te verplaatsen. Deze die kunnen we gewoon weggooien. Dat is niet belangrijk. Dan wil ik al eventjes langs onze potions, ingrediënten. Dan wil ik heel eventjes de mushroom grass seeds al heel eventjes ingooien. En ik wil heel eventjes onze Hallowed bars hebben. Want als je dus van elke mechanical boss dus een drop hebt... dan kun je namelijk een hele belangrijke pickaxe maken. Namelijk de pickaxe axe. En hallo, mag ik heel even... Sikkem! Dank je. En de pickaxe axe is dus een van de belangrijke dingen die ik zeker wil gaan bouwen. Dus laat ik dus heel eventjes gaan bouwen. Is sterker dan een enemy pickaxe. Bulky is minder speed. Ja, die reforge ik dadelijk wel. En wat ik ook wil maken, en dat klinkt misschien heel erg raar, is een van de belangrijke dingen, namelijk van wapenzooi-geval. Nee, ik heb meer van die Hallowed bars nodig. Want ik zit nog steeds met de met de Knight's Edge. Maar ondertussen wil ik eventjes naar Excalibur. Omdat, ja, die hebben we dadelijk toch ook nodig. En deze is toch ietsje sterker. Dus, en die is ook full automatisch. En die geeft ook nog eens een mooi lichtje. Dus hebben we toch een beetje een beter zwaardje dan deze. Nou, maar ja, we moeten hem sowieso nog bewaren. Dus laten we eventjes wapenzooi-geval. Deze wil ik sowieso nog even bewaren. Dus die gaat daar het kistje in. Deze kunnen daar weer in. Hard mode ore, die kan daar weer bij. En dan kunnen we de rest eventjes verkopen. En dit mag allemaal weer terug. En deze die ik zal ze bewaren. Wapenzooi-geval. Even kijken, waar zitten ze? Bossers. Daar zitten de bossers. Nou, oké. Dus dan... ja, we kunnen er nog allemaal mee. Dus hartstikke leuk. Goed, nou, daar. Niks meer aan doen. Oké, dus eventjes deze eventjes favorite tegelijk. En niet te vergeten om heel eventjes ervoor te zorgen dat wij natuurlijk... onze potions weer terug in onze potions hebben. En misschien wel handig om even een paar potions of regenerations hier ook bij te gooien. En natuurlijk potions van defense. Dus, maar die maak ik allemaal in de volgende aflevering. Ik wil nu heel eventjes verkopen. En dan wil ik met jullie toch eventjes gaan naar de comment van de dag. Dus die moet verkocht worden. Ja, die mag ook wel verkocht worden. Oh ja, we hebben de Destroy Mask te pakken gekregen. Yay, Destroy Mask! Wat leuk! Oké, nou eventjes kijken. Volgens mij had ik die bij outfit kissies gewoon standaard erbij gegooid ergens. Maakt niet uit. Goed, ik pak eventjes een achtergrondje. Of een sign. En ik zie jullie in het huisje van de Awesome Comments. En de comment die is eruit gekomen. En de comment van aflevering 21 komt van Thijs Core. En Thijs Core had geschreven... Zelda Play20, je bent awesome. Thijs Core, jij bent ook awesome. Dankjewel voor die awesome comment. Enorm bedankt daarvoor. En ja, met dat gezegd hebben denk ik dat ik deze aflevering ga afsluiten. Dus heb je nou zelf een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En... Glaceon is geëvalueerd. Hashtag Glaceon is awesome. Denk ik. Yay! Maar goed, laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Terraria of Zelda. Of welke game dat ik dan op dat moment aan het doen ben. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Doei!